Ja, we gaan over de huidige situatie in Oekraïne praten en wat er allemaal op het wereldtoneel gebeurt rondom die invasie, rondom die oorlog. Bij ons natuurlijk buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en ook Hubert Smeets van Raam op Rusland. Goedenavond beiden. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Smeets, om bij u te beginnen. Beginnen we ook met die nucleaire wapens van Rusland. Die zijn door Poetin op scherp gezet, zouden we kunnen zeggen. Wat betekent dat? Ja, nou, het is misschien grote woorden zijn dit, hè, maar ja, in paraatheid gezet. In paraatheid gebracht, ja. En ik vind eigenlijk vooral op dit moment het belangrijkste om de reden. De reden die genoemd wordt door Poetin. De reden die genoemd wordt zijn de economische sancties, 1. En 2, dat werd niet helemaal zo benadrukt in jullie nieuwsuitzending, de vijandige en agressieve uitspraken van leiders van leidende NAVO-landen. Dus uitspraken, niet daden, maar uitspraken. Ja. Dat betekent dat we echt in een sfeer terecht zijn gekomen van niet rationeel handelen, denk ik aan de kant van de Russische regering op dit moment. Wat dat die alertheid van die wapens betekent, dat durf ik niet te zeggen. Ook in Rusland is er een dubbele sleutel. Het is niet zo dat Poetin met één druk op de knop iets in stelling kan brengen. Maar het geeft wel aan tot welke prijs Poetin bereid is te gaan. De veronderstelling in Rusland op dit moment is dat Poetin deze suggestie heeft gewekt door dit bevel te geven aan de minister van Defensie en de opperbevelhebber om de besprekingen die op dit moment gaande zijn in de buurt van Tsjernobyl aan het riviertje Pripyat onder druk te zetten. Poetin wil eigenlijk een onvoorwaardelijke capitulatie van Oekraïne. Onvoorwaardelijke capitulatie doet denken aan Nazi-Duitsland in 1945. Oekraïne moet zich volledig binden aan alle buitenlandse politieke richtlijnen die voortaan Kremlin zal geven. En mag dus nooit lid worden van de NAVO, nooit lid worden van de Europese Unie, kan geen onafhankelijke buitenlandse politiek verder meer voeren. En als dat gedaan wordt, als dat toegezegd wordt door de Oekraïnse delegatie daar in Pripyat, dan is Poetin bereid om Oekraïne niet verder te vernietigen. We hebben het dus eigenlijk over een dreiging met een vernietigingsoorlog. Ja, Bernard, zie jij dat inderdaad ook zo? Jazeker. En ik vind het is huiveringwekkend. De vraag is of je het allemaal waar kan en wil maken. Want wij hadden het daar vrijdag over, Hubert. Het verzet van Oekraïne is opmerkelijk sterk, hè? Dus kan het ook iets te maken hebben met een soort van frustratie? Ik had mij voorgenomen om dat oorlogje even in 2 dagen te doen. En wat krijgen we nou? Het is een echte oorlog en ik kan hem niet winnen. Zou dat er ook iets mee te maken kunnen hebben? Ja, dat zou heel goed kunnen. De Oekraïnse inlichtingendienst heeft een heel interessant document verspreid waarvan we natuurlijk absoluut niet kunnen bepalen of dat authentiek is. Want dat komt van de Oekraïnse inlichtingendienst. Maar erin staat dat de Russische leiding, Poetin voorop, dachten dat ze dat in 1 tot 4 dagen zouden kunnen klaren, dit klusje. En dat is ook de reden waarom de Russische strijdkrachten onvoldoende adequaat zijn voorbereid op deze operatie. Dat laatste is zeker het geval. Of dat document nou waar is of niet, dat de Russische troepen niet goed zijn voorbereid, is bijna onmiskenbaar. Want je ziet overal in beelden tanks en panzervoertuigen van de Russische krijgsmacht langs de kant van de weg staan, zonder benzine bijvoorbeeld. Of zonder voldoende proviant om het lang vol te houden. Dus die frustratie kan wel inderdaad een rol spelen, maar dat maakt het niet minder gevaarlijk. Want mensen die getraumatiseerd zijn in een korte tijd, die kunnen gekke dingen doen. Ja, maar inderdaad, hoe gevaarlijk is dit daadwerkelijk? Is dit echt om eventuele onderhandelingen onder spanning te zetten, de druk daarop uit te voeren? Of zie je ook een kans dat Poetin daadwerkelijk dit soort wapens gaat gebruiken? Ja, dat is precies het probleem. Kijk, de zogenaamde afschrikking van een kernwapen werkt alleen wanneer de andere kant, wij dus in dit geval, vermoeden, kunnen denken dat die wapens worden ingezet. Anders heeft het geen zin. Ik heb sterk een Cuba 1962 gevoel op dit moment. Ja, maar dat was wel een groot verschil. Want toen stonden er raketten gericht op Amerika. En dat is nu niet het geval. Dus Amerika
is eigenlijk zelf niet in gevaar. Nee, maar dit gaat over de vraag Europa. Is dan wel, Bernard, wat doet Amerika in reactie hierop? Oh ja, zeker. En gaan die ook de nucleaire middelen in paraatheid brengen? Hun reactie is tot nu terughoudend. Ja. Psaki, de woordvoerder van Biden, die probeert duidelijk te zeggen van ja, deze truc hadden we wel verwacht. Het is een van die dingen die Poetin gebruikt om voortdurend misverstanden te creëren en beschuldigingen te uiten. Maar er kwam dus niet een antwoord van wij gaan ook nu meteen in staat van paraatheid. Nee, dat is inderdaad een geruststellende gedachte, Bernard. Daar moeten we het mee doen, dat is waar. Ja, het Amerikaanse ministerie van Defensie stelt ook vast, hè, wat je eerder zei, Hubert, dat de opmars van de Russen stokt door verzet van Oekraïne, maar ook door inderdaad brandstoftekorten. Dat is eigenlijk, als je daarover nadenkt, bijna bizar, toch, of niet? Ja, het is heel merkwaardig. Het is ook bijna niet geloofwaardig, maar het is toch echt zo. Het Russische leger is de afgelopen 20 jaar... onder het presidentschap van Poetin ongelooflijk geprofessionaliseerd. De wapens zijn beter geworden, de militairen zijn beter geworden. Dienstplichtigen worden niet zomaar ingezet voor allerhande vuile klusjes. Dus het leek erop dat die Russische krijgsmacht werkelijk aan internationale standaarden ging voldoen. En hier lijkt het erop dat de NAVO de leiding van die krijgsmacht, de minister van Defensie, de generale staf en ook de president als opperbevelhebber eigenlijk helemaal niet serieus bezig zijn geweest met deze operatie. Bevangen zijn nog steeds door het aloude idee in het Kremlin dat Oekraïners lafaard zijn, dat ze eigenlijk de moeite niet waard zijn om voor de duivel te dansen, et cetera, et cetera. En dat ze dus eigenlijk niet begrepen hebben in het Kremlin wat er de afgelopen 8 jaar in Oekraïne gebeurd is. Maar kan het ook zijn dat de legerleiding gewoon niet heeft verwacht dat Poetin daadwerkelijk tot die invasie over zou gaan? Ja, maar met alle respect. Ze zijn al 2-3 maanden bezig met het opbouwen van al die legereenheden langs de kant van langs de grens met Oekraïne. Zij zijn ermee begonnen, maar zo te zeggen. Je mocht veronderstellen dat dat een serieuze opbouw was. Kennelijk is dat in de uiteindelijke finale fase van uitvoering toch niet zo serieus geweest als wij dachten. Nee, we moeten toch, Hubert, de vraag stellen. Dit kan we allemaal. Het is ze tegengevallen. Het is veel moeilijker dan ze dachten. Ze zijn slecht voorbereid, noem het allemaal op. Geen benzine, geen eten, noem maar op. Maar uiteindelijk moeten we ons toch niet al te veel illusies maken, toch? Nee, we moeten ons zeker geen illusies maken. Want kijk, Poetin die dacht, denk ik werkelijk, dat de troepen van de Russische krijgsmacht met brood en zout zouden worden ontvangen. In werkelijkheid worden ze ontvangen met scheldwoorden als suka, teef, bliat, godverdomme en ander jargon uit het gevangeniswoordenboek, om maar zo te zeggen. Ja. Er is eigenlijk geen spoor van tevredenheid over deze Russische interventie te vinden in heel Oekraïne. En dat is echt zeer zorgwekkend voor Poetin. En daarom zou Poetin ook wel eens wat hardere maatregelen kunnen gaan nemen om een aangeval Oekraïne als economische entiteit zoveel mogelijk schade toe te brengen via bombardementen, et cetera. En dat is al ernstig genoeg. Tot slot, Hubert, je zei dat in Rusland, net als in Amerika, je twee sleutels moet hebben om die nucleaire wapens te activeren uiteindelijk. Maar is er iemand hoog in de boom, in die Russische regering of rondom Poetin, die hem kan stoppen of matigen? Nou, dat zou de Gerasimov, generaal Gerasimov, moeten zijn. De chef van de chefstaf. Ja. De hoogste militair. Ik denk niet dat de minister van Defensie Shoigu daar geschikt voor is. We hebben vorige week maandag gezien hoe Poetin zijn naasten toesprak. En daar was ook onder andere bij de directeur van de Buitenlandse Inlichtingendienst. Die werd afgeblaft door de president van Rusland. Ik vrees dat er eigenlijk in zijn naaste omgeving binnen het Kremlin op dit moment niemand is die hem kan stoppen. Dank, Hubert Smeets van Raam op Rusland.